komt ongeveer over 20 minuten en de helft is er nog niet. Oh ja. Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe video van mij. Ik krijg echt veel de vraag van wanneer ga je weer vloggen? Ben je gestopt met vloggen? Maar ik was heel veel aan het werk en ja, het is gewoon niet leuk als je zeg maar aan het werk bent om dan te gaan vloggen en het kon ook niet. Maar dan is het zeg maar dat je opstaat, je gaat eten, je gaat naar je werk. Dan was ik misschien ja gewoon 6 uur klaar en soms gewoon 9 uur en dan daarna ga je naar huis, ga je eten en dan ga je slapen. Dus dat ging gewoon nergens over en dat vond ik zelf ook niet leuk om te laten zien. Maar vandaag is de surprise party van Steven. Ik verwacht het echt niet, want hij zegt steeds van... want hij is altijd weg met Jong Oranje als hij jarig is. Toen hij terugkwam. Ja, ik had wel een surprise party verwacht hoor. En waarom heb ik geen feestje? Hij deed helemaal zo zielig. Ja, hij wist helemaal niet wat er aan de hand was. We hebben een groepsgesprek. Er komen allemaal mensen. Gewoon zijn vaste vrienden van de voetbal, familie. Ik heb er echt super veel zin in. En ik hoop dat alles goed gaat, want, dit is ook een punt, ik zou Steven zeg maar brengen naar training en dan zou ik hem ophalen zodat hij niet tussendoor thuis komt, want ik ken hem, dan komt hij tussendoor thuis. En daarna zouden we naar een massage gaan en dan zou iedereen hier zijn, zouden wij rond 6:30 aankomen. Nou, ze moeten hun auto brengen naar PSV omdat hun banden worden verwisseld, dus ik kan die auto niet meenemen en daarna moest hij... Rond 8:30 moest hij naar het stadion omdat hij iets met de PlayStation of zo moest doen. Om 8:30. Maar er wordt nu helemaal gefixt dat hij gelijk van het stadion naar dat PlayStation gedoe gaat. En dat hij dan om rond 6:30 klaar is. Ik hoop zo dat het allemaal lukt. Want het heeft zoveel moeite allemaal gekost. Ik dacht al, het gaat allemaal zo vlekkeloos. Maar bij mij gaat dat nooit. En ja, zo zie je maar altijd op het laatste moment gebeurt dit. Maar het komt goed. Oh, ik word gebeld. Yes. Oh, en ik heb sleutel, huissleutel ook van hem afgehaald. Want, oh ja, want dat is ook het kutte. Want dan weten we dus niet wanneer hij aankomt als hij de sleutel heeft. Dus nu moet hij zeg maar aanbellen en dan weten we ook van, oké, hij komt eraan. Maar dan moet dus ook iemand de deur open doen. Ik ben echt benieuwd en ik hou jullie op de hoogte. En dit is weer mijn eerste vlog. Leuk dat jullie kijken. En geniet van deze dag. En ik ben benieuwd hoe alles gaat verlopen. We zijn bezig met de voorbereiding. Hier, kijk eens. Met Steven's oma. Hier. En er zijn nog meer. Hier hebben we al de STE. Ja, en dit is dit. Een slinger, happy birthday. Mm-hmm. We staan hier. Cheers, party. Bitches. Zijn we nu aan het opblazen. Zo, we zijn druk bezig. Voor de DJ hier. Hier allemaal foto's. We zijn echt al zo lang bezig met dit. Opblazen, foto's. Oké, het is nu 6:30. En we zijn ons klaar aan het maken. Het is 6:30, toch? Ja. Ja, het is 6:50. Steve komt 6:30 en de hele stress, want die boys van hem natuurlijk, die komen natuurlijk weer om 6:30 wanneer Steve ook aankomt. Dus ja. Oké, we zijn helemaal klaar. Ik niet hoor, ik zie eruit. Je ziet eruit. Ik ben er niet klaar, want ik heb mijn haar. Steve komt ongeveer over 20 minuten en de helft is er nog niet. Oh ja. Bad hair day, muziek. Oh jongens, ik ben zo zenuwachtig. Ik ook. Ik ook. Oké, 20 minuten komt hij. Ik zal even laten zien hoe het er binnen aan toe gaat. Zie je? Ja, ja. Ik was gewoon niet blij. Ik wil niet wat drinken. Ja, dat is het. Oké, iedereen is er. We wachten op Steve. Hij moet aanbellen eerst. Ja.
Eerlijk gezegd had ik het ook niet anders gedacht. Met alle warme mensen om je heen. En moest soms nog twee keer knipperen met mijn ogen. Als ik eens zou scoren in één. 20 jaar, geen tiener meer. Maar een echte kerel. Ik wil je zeggen, broeder, ik geef je alle succes van de wereld. God is groot en kan je de beste van morgen maken. Amen, amen. Met de onafscheidelijke broer als Alejandro hoef je over net of je geen zorgen te maken. Oh. Veel herinneringen kan nog zo lang verder praten. Zoals samen met je vader, ochtends vroeg naar Eindhoven. Ik en je pa in de auto verder slapen. Wow. Steven, blijf je ontwikkelen en vooral je acties doen. En bel me van de zomer om te zeggen, De Nino, ik ben kampioen. Wow. Overpest. Ja, genoten van mijn verjaardag. Van mijn surprise praktijk. Waarom moet je kijken hier? In de verjaardag van SB17 was heel lang. Was gezellig. Hoe heb jij het ervaren eigenlijk? Ja, superleuk. Echt awesome. Ja, was awesome. Maar had het helemaal niet verwacht. We hebben een leuke avond gemaakt. Was een leuke avond. Nog een keer een leuke avond. Josh, wil je ook wat zeggen? Ja, we genoten. Dat is leuk. George heeft het gemaakt. We hebben het gemaakt met z'n allen. Chloe heeft het gemaakt. Chloe, we hebben het gemaakt. Het was gezellig. Kiep, tot next jaar. Nou, we liggen in bed. En Steve, wat vond je ervan? Ik heb genoten. Als ik heb genoten, vond ik het heel erg leuk. Oh, lekker spraakzaam. Het is ook 2:30 of zo. Had je het verwacht? Nee. Heb je goed gedaan? Weet ik, I'm the bomb. Slaap lekker. Hoi jongens, ik wil deze vlog wel even goed afsluiten. Hiervoor hebben jullie gezien de surprise party van Steven. Volgens mij was de vlog wel echt heel kort, sorry daarvoor. Maar ik vond het wel leuk om jullie met deze dag mee te nemen, in deze dag mee te nemen. En ja, we waren natuurlijk druk bezig met de voorbereiding. En ik had zoveel stress, er moest nog zoveel gebeuren. Zoveel moest er nog geleverd worden. Maar ik hoop dat jullie alsnog hebben genoten en het leuk vonden om deze vlog te bekijken. Dus ik ga weer voor jullie vloggen en mijn best doen. Vergeet niet te abonneren, duimpje omhoog. En ik hoop jullie weer in de volgende video. Ik zie dat je staat, schat, ik wil je graag. Zie je hoe je bent aan de manier.